Verstopt tussen de kassen en de glastuinbouw in Den Hoorn vind je Avalon. Dit is een plek waar mensen zich kunnen terugtrekken, tot rust kunnen komen en inspiratie op kunnen doen. Nu heeft de eigenaar van de grond alles te koop gezet. En dat vinden de 6 vrouwen die het runnen erg zonde, want het is volgens hen een hele bijzondere plek. We zijn hier eigenlijk open voor iedereen. Net zoals de biodiversiteit hier, zoveel planten en bomen en bloemen laat zien, zo zijn eigenlijk ook alle soorten mensen welkom. Dus er komen hier scholen, er komen hier heel veel kinderen. Kinderen die willen leren over de gewassen, hoe dat werkt, die hier komen om in de tuin te werken, om een vuurtje te maken. Tot mensen die hier vrijwillig werken, omdat ze bijvoorbeeld even niet zo lekker in hun vel zitten. En je ziet gewoon dat mensen die hier komen weer verbinding krijgen met zichzelf. De vrouwen zijn bang dat als het verkocht wordt, de grond weer gebruikt wordt waar hij eigenlijk voor bedoeld is. Namelijk tuinbouw. En dat zouden veel mensen die bij Avalon over de vloer komen ook erg jammer vinden. Het is zo, dat het zo fijn is dat er hier dat er zoveel mensen van deze plek mogen genieten. En dat het dus niet alleen de hoedsters zijn van het land. En niet alleen de vrijwilligers zijn, maar nu ook dus de kinderen die er mogen zijn. En ook de mensen die op een festival komen en die er zo van... Ja, het is gewoon een prachtige plek. Dus ik vind dat het hier moet blijven. En toch staat het nu dus te koop. Ja, deze plek staat dus te koop. Nu zijn wij dus heel hard bezig met onze groep om te zorgen dat deze plek behouden blijft. Ja, dat doen we doordat we een crowdfunding hebben opgezet. En daarnaast zijn we bezig om met allerlei partijen in gesprek te gaan over mogelijkheden tot financiering. Of dat nou is door leningen, door donaties, vanuit subsidies of fondsen. Wij hebben 1,8 miljoen euro nodig om te zorgen dat we deze plek eigenlijk ook weer terug kunnen geven aan zichzelf. 1,8 miljoen euro. Het is een hoop geld. Maar toch denken Chris en haar collega's dat het mogelijk moet zijn. Ja, zoveel geld is haalbaar. Want weet je, wij doen dit ook maar gewoon. En dat lukt. Het lukt, het gaat. Dat wat we misschien vooraf dachten dat niet mogelijk is, blijkt vaak als je, if you put your mind to it, als je echt wil, dan is er zoveel meer mogelijk dan je kan bedenken. Dus ik geloof absoluut dat dit mogelijk is.